We gaan urkerdikkoek maken. En zoals die naam suggereert is urkerdikkoek een gerecht waarvan je meteen heel erg vol komt te zitten. Vroeger was dit een soort armeluiskost en tegenwoordig wordt het vooral geserveerd bij feestelijke gelegenheden of nationale feestdagen. Voor het maken van urkerdikkoek heb je nodig 250 gram zelfrijzend bakmeel, 2 eieren, 375 milliliter melk, een handjevol rozijnen of abrikozen, ontbijtspek, een beetje zout en kaneel en optioneel 50 gram suiker. Snijd de gedroogde abrikozen in kleine blokjes en wel ze samen met de rozijnen ongeveer 10 minuten in warm water. Verwarm ondertussen de oven voor op 150 graden. Kluts vervolgens de eieren los in een ruime beslagkom. Voeg dan de melk, meel en andere droge bestanddelen toe en meng ze door elkaar met de garde. Giet de gewelde vruchten af en voeg ze toe aan het beslag. Bak het ontbijtspek kort in een koekenpan en bedek daarmee de bodem van de bakvorm. Vet de vorm verder in en giet het beslag over het ontbijtspek. Zet vervolgens de bakvorm in de oven voor 90 minuten. Controleer de gaarheid van je dikkoek met een prikker. Komt die er schoon uit, dan is je dikkoek gaar. Stort je gebak voorzichtig uit op een rooster en laat hem verder afkoelen. In urkerdikkoek zit normaal gesproken geen suiker. Maar nou heb ik dat wel gedaan omdat ik eigenlijk gewoon een beetje een zoete kou ben. Normaal gesproken eet je het altijd met een vanillesaus. Voor het maken van een vanillesaus heb ik een kookpudding gebruikt. Breng daarvoor 500 ml melk aan de kook op een hoog vuur. Als de melk bijna kookt, zet je het vuur wat lager en voeg je de inhoud van de verpakking toe. Onder voortdurend roeren merk je dat de melk dikker wordt. Roer dit nog 2 minuten door en je vanillesaus is klaar voor je dikkoek. Eet smakelijk!